Welkom op het VVD Voorjaarscongres 2018. Hier is uw partijvoorzitter, Christiane van der Wal. Welkom. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn, terwijl het buiten gewoon keihard VVD weer is. Het is een prachtige dag en jullie hebben ervoor gekozen om hier naar de VVD te komen. Terwijl heel veel mensen echt andere keuzes gemaakt zouden hebben. Het is een heerlijk congres. Gisteren zijn we heel mooi begonnen. De sfeer is ook heel erg goed. En volgens mij is dat hartstikke logisch. Want het gaat gewoon heel erg goed met de VVD. Jaar op jaar scoren wij. En als ik dan terugkijk naar de gemeenteraadsverkiezingen, hebben we het weer fantastisch gedaan. Met elkaar hebben we een topresultaat neergezet. Ik kijk naar Lingewaard of Breda of Oostzaan met, ik geloof, meer dan 40% van de stemmen. Dat is een topprestatie. En dat is dankzij ons allemaal, dankzij jullie allemaal. Maar ook dankzij het campagneteam onder leiding van Bas van 't Woud. Bedankt, Bas. Acht jaar zijn we nu de grootste partij. 8 jaar. Moet je zo over nadenken. Dat is echt een knappe prestatie. 8 jaar. En volgens mij beseffen we ons dat misschien wel eens te weinig. Hoe knap dat eigenlijk is van ons. En ook dat doen wij gewoon met elkaar. Maar dat doen wij vooral ook dankzij de inzet, de tomeloze inzet van onze eigen partij of politiek leider Mark Rutte. Bedankt. Het gaat geweldig. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. En volgens mij verwachten jullie dat stiekem ook wel van die altijd positieve voorzitter. Dat je dan met een mooi verhaal komt. En toch kies ik er vandaag voor om een steen in de vijver te gooien. Een hele grote steen. Want eigenlijk maak ik me heel erg zorgen. Want het gaat wel heel erg goed met de VVD, maar dat is vandaag. En als ik dan nadenk over morgen, waar staan we dan? En als ik nadenk over een paar jaar, hoe gaat het dan met de VVD? Zijn we dan nog steeds de grootste partij? Hebben we nog steeds zoveel invloed? Hebben we nog genoeg talent om onze lijsten te vullen? Hebben we überhaupt nog wel genoeg leden? Ik maak me daar zorgen over. En eigenlijk heb ik een hele simpele vraag. Hè? Als ik gewoon even handen, wie deelt die zorg met mij? Wie denkt daar eens over na? Ja. Daar ben ik heel erg blij om dat ik zoveel handen zie. En voor de mensen die hun hand niet opsteken, ik voorspel wel iets. Als wij achterover leunen en we genieten alleen maar van het goede dat ons allemaal overkomt, komt het niet goed met de VVD. Dan verliezen we alles wat we nu hebben. Dan gaan we van heel groot naar heel klein. We gaan van heel veel naar heel weinig. Maar we gaan vooral van heel veel invloed naar roeptoeteren langs de zijlijn. En dat moeten wij met elkaar voorkomen. Ik ben ook heel veel in het land de eerste maanden dat ik voorzitter ben. Dat is superleuk, want je bent met heel veel mensen in gesprek. En het valt me ook op dat er door het hele land zoveel mooie VVD'ers zijn. Maar daar haal ik ook wel zorgen op. Bijvoorbeeld in Noord, waar ik onlangs was. Waar heel veel mensen afstand ervaren. Letterlijk en figuurlijk in de VVD. Of in Putten, waar we helemaal niet mee konden doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Simpelweg omdat er te weinig goede kandidaten waren. Of in Flevoland, waar de zorgen worden geuit over of onze partijstructuur wel goed werkt. Niet alles gaat goed. Heel veel wel, maar niet alles. Gelukkig zijn wij van de VVD. En als we problemen zien, dan gaan we daar wat aan doen. En ik heb vandaag dan ook maar één hele simpele boodschap. Wij moeten aan de bak. Allemaal. Wij gaan aan de bak. En daarom heb ik samen met het hoofdbestuur een vernieuwingsagenda opgesteld. Een vernieuwingsagenda, wat een jeukwoord trouwens, maar we moeten het een naam geven. Een vernieuwingsagenda die ons richting en koers geeft voor de komende jaren. Daar gaan we thema's uitwerken. En dat gaat niet het hoofdbestuur doen, dat gaan wij allemaal met elkaar doen. En dat zijn thema's die ons toekomstbestendig maken. Zoals integriteit of talentmanagement. Of het nieuwe verhaal waar Klaas gisteravond zo'n fantastische aftrap voor heeft gedaan. Ja, daar mag echt voor geklapt worden.
maar ook op zoek naar nieuwe manieren van fondsen en ledenwerving. Want nogmaals, heel veel gaat goed, maar sommige dingen kunnen echt beter. Mensen kennen mij altijd als een optimistische iemand. Nou, dat is ook wel zo, bij mij schijnt altijd de zon. Mijn moeder zei vroeger altijd, Christianne wil alle sterren uit de hemel plukken. En volgens mij zeggen ze dat nog wel steeds, maar goed, maakt niet uit. Altijd optimistisch, maar het heeft een keerzijde, optimisme. Dat heb ik ook geleerd. Want de keerzijde van optimisme is dat het kan verblinden. En als je altijd maar alleen de positieve kant benadrukt en altijd maar die optimistische bril opzet, kan het verblinden en kun je minder oog hebben voor wat er werkelijk om je heen gebeurt. En de eerste maanden dat ik voorzitter was, krijg je opeens ook heel veel media-aandacht. En nou, leuk, want opeens doet je mening er dan ook toe. En dat is wel echt anders dan de lokale krant in Harderwijk, waar ik wethouder ben. En dan denk je, oh leuk, media vragen. En dan ga ik vertellen wat voor toffe club we zijn. En dat we een geweldig opleidingsinstituut hebben. En dat we bezig zijn met een vernieuwingsagenda. Maar daar heb ik de kans niet voor gekregen. En dat ligt niet aan het aantal media vragen. Dat ligt aan het feit dat de media maar om één ding tot nu toe heeft gevraagd. En dat zijn reacties op integriteitskwesties. En daar sta je dan voor het stadhuis in Harderwijk. Hartstikke koud buiten. Net doen of je het lekker warm hebt. Uit te leggen waarom wij met de VVD weer het lijstje van integriteitskwesties aanvoeren. En dat zijn de momenten dat ik eigenlijk gewoon baal. Want het gaat hier over mijn VVD. Het gaat over onze VVD. Ik baal daarvan. Want hoe kan het nou toch zijn dat wij die lijstjes nog steeds aanvoeren? Hoe kan het zijn dat wij pas nadenken over ons moreel kompas nadat er pas berichtgeving in de media is geweest? Wij zijn hier met elkaar het gezicht van de VVD. Dat zijn wij. Wij moeten van onbesproken gedrag zijn. En wij moeten willen werken aan ons eigen morele kompas. Iedere dag jezelf de vraag stellen, kan dit wel of kan dit niet? Maar vooral ook anderen om je heen daar gewoon bij helpen. En dat doen we niet om het imago van de VVD op te vijzelen. Of alleen maar om het aantal kwesties naar beneden te brengen. Dat zou een negatieve insteek zijn. Ik wil dat het thema integriteit een positieve insteek kent. Want als wij het thema integriteit op een luchtige manier gewoon met elkaar omarmen en echt gaan werken aan een moreel kompas, dan doet dat iets met onze club. Dan zijn we trots om bij de VVD te horen. Dan is het een fijne sfeer bij de VVD. Dan helpen we elkaar. Misschien wel een veilige omgeving zelfs. Maar nog veel belangrijker, nog meer mensen willen aansluiten bij ons. En daarom hebben wij vandaag met elkaar een keuze om te kiezen om het thema integriteit echt te omarmen en met elkaar te werken aan een mooier moreel kompas. Ik zei het al, wij moeten aan de bak. Allemaal. En volgens mij is dat ook hartstikke leuk. Want denk nou eens na, hoe gaaf zou het zijn als het ons lukt de VVD nog een stap naar voren te laten springen. Stel je nou voor dat het ons lukt om nog een keer te gaan groeien. Stel je nou eens voor dat het ons lukt om nog relevanter te zijn. Om nog beter aansluiting te vinden, juist ook bij die nieuwe generatie. Stel nou dat het ons lukt om met nieuwe manieren van leden- en fondsenwerving te groeien naar 60.000 leden. Moet je eens over nadenken. Hebben we 2 keer zoveel vrijwilligers? 2 keer zoveel talent om uit te putten? Hopelijk ook 2 keer zoveel vrouwen. We hebben veel meer geld voor goede campagnes, om verkiezingen te winnen. En als we die verkiezingen winnen, dan hebben we nog meer raadsleden, nog meer statenleden, nog meer kamerleden. Kunnen we nog meer onze ideeën uitvoeren? Nog meer inzetten om iedere dag het leven van mensen beter te maken? We krijgen duimen omhoog op straat, omdat mensen gewoon trots op je zijn dat je bij de VVD hoort. Nog meer mensen sluiten zich bij ons aan. Daar doen we het voor. En hoe gaan we dat doen? De sleutel ligt bij ons allemaal. Want wij willen samen met jullie aan die vernieuwingsagenda werken. Samen. En daar zijn we eigenlijk ook stiekem al een beetje mee begonnen. Want we hebben werkgroepen, ook zo'n jeukwoord, maar ja, dat moet je ook maar weer iets noemen. Werkgroepen op die thema's. Op het nieuwe verhaal onder leiding van Klaas, waar gisteravond die fantastische aftrap voor was.
maar ook een werkgroep voor talentmanagement. Waar gaan we nou dat nieuwe talent vinden? En hoe kan talent zich ontplooien in de VVD? Integriteit is een werkgroep mee bezig. Om ook op een praktische manier met dit thema bezig te zijn. En nieuwe manieren van fondsen en ledenwerving. En tegelijk heb ik Arno Brok gevraagd om onze partijstructuur te evalueren. En te kijken waar we die structuur beter kunnen maken. En dat gaat even tijd kosten. Sommige dingen uitproberen en doen kost nou één keer tijd. Maar toch hoop ik, en daar zetten we met elkaar op in, om op het volgend congres met eerste concrete stappen te komen. Waar we dan met elkaar ook gewoon een klap op kunnen geven. Maar ik wil vooral ook dat jullie meedoen. Het moet niet mijn vernieuwingsagenda zijn of die van het hoofdbestuur. Hij moet van ons allemaal zijn. En daarom gaat vandaag live, echt superleuk, vvd.nl/Christianne. Daar kunnen jullie alles teruglezen over die werkgroepen en die agenda. Maar vooral ook de uitnodiging om leuke, goede ideeën daar naartoe te sturen. Denk mee, maar wel concreet. Geen moeilijke vergezichten, dat snap ik allemaal niet. Gewoon concrete, goede acties die ook echt werken. Dat mag ook per mail, voorzitter, het VVD. Maakt me niet uit, of app me, mag ook. Maar denk mee, want dan gaan we met elkaar aan de slag. Want nogmaals, hoe gaaf zou het zijn als het ons hier lukt. En ik weet dat het ons lukt, want wij hebben zo'n mooie club met zulke goede mensen. Jullie kunnen dat gewoon. Wij gaan met elkaar hieraan werken. En hoe gaaf zou het zijn als het ons lukt om de VVD nog een keer een grote sprong te laten maken. Dat we nog groter worden, nog relevanter zijn. Daar doen we het voor. En ik wil jullie heel erg bedanken voor de hulp die jullie gaan verlenen hierbij. Bedankt.